Hallo voetballiefhebbers, ik ben Evert ten Apel en Jurie Mulder zit naast me. Ja Evert, en wij hebben er allebei enorm veel zin in deze wedstrijd. Zeker weten. Laten we hopen op een lekkere pot voetbal als Turkije het gaat opnemen tegen... En Frankrijk. Frankrijk is maar één keer wereldkampioen geworden in 1998 in eigen land. De grote man toen was Zidane, die twee keer scoorde in de finale tegen Brazilië. En in 2006 haalden ze opnieuw de finale. Maar ja, toen verloren ze van Italië, geloof ik. Ja, klopt Evert. En het was met de beroemde kopstoot van Zidane. Jammer dat dat toen zo liep. Wat een geweldige speler was dat. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. De trainer kiest voor 4-5-1. Dat oogt erg verdedigend. Dat is erg verdedigend, Evert. Ze spelen op het middenveld dan wel met de punt naar achteren. Dat betekent twee iets aanvallendere middenvelders. En die zouden misschien voor wat extra gevaar kunnen zorgen. Maar voor de rest is het een vrij verdedigend opstelling. Gökhan Gönül. Toprak. Ismail Kubasi. Prima aanval hoor van Turkije. Hij krijgt hem op de slot. Vol op de lat. De hoekschop. Nimet. Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd. Want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Vrije trap gegeven al vroeg in de wedstrijd. Is nog even zoeken naar de juiste flow. Hij mag vertrekken. Geen enkele twijfel bij de scheidsrechter. Nee, Turkije moet verder met 10 man en de wedstrijd die duurt nog wel even. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Sissoko. Samuel Umtiti. Mbappe. Het is een inworp. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. De bezoekers hebben dit seizoen mooi aanvallend voetbal laten zien. En de meeste doelpunten gemaakt in de competitie. Ja, hun aanvallers. Geen risico hoor, weg met die bal. Het gevaar wordt afgeslagen. Een schot van afstand. Op zich geen slecht idee, maar dit schot gaat het niet redden, denk ik. Uitstekend gekiept, dan moet je die reactie zien. Als een pijl uit een boog. Zie daar maar eens langs te komen. Verdediging blokt. Samuel Umtiti. Lemar. Pogba. Sissoko. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Knap verdedigd. Mehmet. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. De arbiter kijkt wat de Fransen doen en geeft voordeel. Van zo'n afstand laat deze keeper zich echt niet verrassen.
Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Lacazette met een afgemeten paasje. Wat gaat hij doen? Mehmet. De tegenstander stoort vroeg. Cenk Tosun. Het is lopen met de bal richting het doel. Verdediging staat ze in de weg. Lacazette. Mbappé. Speelt de bal weer terug. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Gökhan Gönül. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Met zo'n voorzet ga je de keeper niet moeilijk maken. Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Geel en niet opnieuw rood gelukkig. Voor hun gelukkig inderdaad, want anders wordt het wel erg moeilijk voor ze. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Sissoko. Prima aanval hoor van Turkije. Cenk Tosun. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. De scheidsrechter fluit voor buitenspel en zo gaat deze goal niet door. Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, Matuidi. De bal gaat breed. De bal richting de vleugel wordt onderschept. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Mogelijk een goede kans hier. Hij gaat Mbappé. Daar is de voorsprong en kijk eens wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even over de streep trekken. Die speler is zo ontzettend balvast en dat weet die verdediger nu ook. Die had niets in te brengen. Het is af en toe een balkunstenaar, ja. Geweldig om te zien. Er wordt afgetrapt en het is Frankrijk dat op voorsprong staat. Gökhan Gönül. Ogusjan Özyakup. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Matuidi. Mbappé. Sissoko. Olivier Giroud. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Een opgelegde kans. Dat is duidelijk. Inworp voor Frankrijk. Mbappé. En de bal gaat door de lucht richting Giroud. De vlag van de grensrechter wapperde voor buitenspel. Hier vandaan zag het er anders uit, moet ik zeggen. Gökhan Gönül. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Die drijft de bal op. Hij omspint. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. De scheidsrechter trekt geel. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linker plek ook. Redding door de keeper. De aanval loopt door. Voordeel voor Turkije. Hoe gaat dat uitpakken? Ogusjan Özyakup. Gökhan Gönül. Cenk Tosun. En Turkije is op dreef met die aanval.
Paul Pogba. Lacazette. Loopt tegen die verdediger op. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Gökhan Gönül. Overtreding en de vrije schop is voor Turkije. Oguzhan Özyakup. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Sissoko. Mbappé. Daar zit de tegenstander tussen. Gefloten voor een overtreding. Blijft het bij een vrije trap. Geel. En niet opnieuw rood, gelukkig. Nee, voor hun inderdaad gelukkig. Want ja, met meer dan één speler rood van het veld, dat wordt wel erg moeilijk. Sissoko. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Over die rode kaart, Jury, daar kun je over door blijven praten, hè? Ja, natuurlijk is het moeilijk, hè. Kijk, zo'n scheidsrechter moet het snel beslissen. Aftrap voor de tweede helft. Zou Frankrijk die voorsprong nog verder gaan uitbouwen? De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn, dus dat wordt een inworp. Matuidi. Die bal is voor de tegenstander. Lacazette met een afgemeten paasje. De Fransen proberen de bal naar voren te krijgen. Ja, natuurlijk. Gewoon proberen. Wat een geweldig doelpunt. Ja, een fantastisch schot. Die speler laat de keeper volstrekt kansloos. Een schitterend doelpunt. Daar kun je geen genoeg van krijgen. Hij speelt zichzelf vrij en haalt vernietigend uit. Wat een geweldige trap heeft die man toch. Ja, die ruimte moet je hem niet geven. Hij heeft een geweldig schot. Zo, dat is knap van die afstand. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Mehmet. En de scheidsrechter besluit dat Turkije door mag spelen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij doet het. En de keeper heeft hem. Die paas wordt onderschept. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Ja, en daar komt de tweede gele kaart. En dus vertrekken. Niet zo slim, hè? Matuidi. Dembele. Houdt die bal bezit? Er zijn teamgenoten mee naar voren. Cenk Tosun. De scheids heeft het gezien. Ze zijn nog maar met z'n tienen. Tot welke verandering zal dat leiden? Nou, ze staan voor. Dus het zal wel moeilijk worden nu, hè? Mehmet. Eens kijken wat de Turken kunnen doen met dat voordeel. Ja, hij gaat richting Cenk Tosun. En die hangt.
Mooi doelpunt, Jury, maar toch een beetje een verrassing. Want deze doelman speelt een uitstekende wedstrijd. En ik had echt niet gedacht dat die bal erin zou gaan. Nee, misschien toch even zijn concentratie kwijt. Nou, ik hoop dat het verder geen gevolg heeft voor zijn zelfvertrouwen. Dembele. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Djibril Sidibé. Matuidi. Speelt de bal weer terug. Lemar. List. Giroud moet de trekker overhalen. De keeper krijgt geen... overtreding en hij heeft al geel. Nog een kaart en hij kan vertrekken. Het is aan de scheidsrechter. De scheidsrechter trekt geel en dat is zijn tweede, of niet? Ja, volgens mij is het dan rood, hè? En dan moet hij eraf. Ja. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Ismaël Kubasi. En Turkije is op dreef met die aanval. Ismaël Kubasi. Loopt tegen die verdediger op. Cenk Tosun. Dembele. En daar gaan de Fransen in de aanval. Eens kijken wat de Fransen met deze corner kunnen gaan doen. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Kopt hem buiten. Inworp. Dembele. Lemar. De bal rolt ongehinderd door. Cenk Tosun. Het is lopen met de bal richting het doel. Hij staat alleen en geen... Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. De corner wordt diep getrapt. Het gevaar wordt afgeslagen. Nog 20 minuten te gaan. Gaat hij het nu doen? Het is steeds billenknijp achterin, hoor. Schot gelost. De tegenstander zet hoog druk. Nog steeds bal. Lemar. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is de dreun van je welste voor de tegenstander. Die zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Deze goal zat eraan te komen. Ze zijn de betere ploeg en creëren kans na kans. Ja, ze zijn echt heer en meester op het veld, Evert. En het lijkt ze eigenlijk geen enkele moeite te kosten om het tempo van het spel zo hoog te houden. Ismaël Kubasi. Kan Turkije gevaarlijk worden met deze ingooi? Slechte inworp, zeg. Recht naar de tegenstander. Seljuk Inan. Ja, dat is het. En de invaller maakt een doelpunt. Zo kun je als trainer toch een wedstrijd sturen. Oeh, als de lat een millimeter dikker was geweest, dan had hij niet gezeten. Nog maar één doelpunt verschil. Wie weet kunnen ze nog voor een stuntje zorgen. Nou, de wedstrijd ligt wel helemaal weer open. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applausje in de ontvangst te nemen. De Fransen proberen de bal naar... Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Nee, daar wordt een stokje volgestoken. Djibril Sidibé.
Hij weet die paas te onderscheppen. Turkije zet druk. Gevaarlijke situatie. Lemar. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Aanval wordt gestopt. Met beide benen de buitenspelval in. Sissoko. Wie weet levert dit een kans op. En nu scoren. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Mehmet. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen hoor. Yılmaz! Een geweldige redding op een belangrijk moment hoor. Ja, wat een kans op de gelijkmaker. Zo laat in de wedstrijd. Ja, de keeper deed het perfect op die inzet van dichtbij. Ze kiezen voor de lange variant. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. En nu kunnen ze counteren en dat op een beslissend moment. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. En de Fransen kunnen nu een vrije trap gaan nemen. Djibril Sidibé. Pogba met veel. Ik zou maar uithalen. Daar was bijna de beslissing, maar de doelman houdt het spannend. Als ze nu nog gelijk spelen, dan mogen ze de keeper wel dankbaar zijn. Die greep daar geweldig in. De tegenstander stoort vroeg. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is blij dat er nog wat speeltijd bij komt. Ze geloven nog in de... Thomas Lemar. Goal! Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. En dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. Wat een schot zeg, allemachtig. Ja, als je de bal zo weet te raken, ben je als keeper volkomen kansloos. Goeie genade, wat een streep. Ik denk niet dat we ze vandaag mooier gaan zien. De bal gaat via de verdediger langs de keeper. De nachtmerrie van elke verdediger. De bal ketst af. Ja, en dan kan het zo aflopen. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. De wedstrijd is afgelopen. Nou, Juri, niet echt een lust voor het oog deze wedstrijd. Nee, nou ja, goed. Je hebt ook mensen die van strijdlust houden. Maar het was gewoon vandaag te veel. Veel te veel overtredingen ten eerste. En ja, ten tweede was er gewoon niet zoveel aan. De bezoekers verlaten het stadion met 3 punten op zak. Ja, ze scoorden zo makkelijk en ze hebben zoveel talent in de voorhoede dat een vrij eenzijdige wedstrijd opleverde.